aantal bavianen op de uitbreiding in het Van Blankendalpark in Tuitjenhoorn. Deze bavianen komen bij Stichting Aap vandaan. Ze hebben allemaal verschillende achtergronden. Sommige komen echt bij particulieren thuis vandaan, waar ze onder erg slechte omstandigheden gevonden werden. Anderen die komen weer uit het circus, bijvoorbeeld vanuit Frankrijk. Anderen weer bij illegale handelaren en dergelijke. Dus allemaal heel erg verschillend. Ja. Kun je merken dat ze al een beetje wennen? Ja, ze wennen hartstikke goed. Dat was echt super mooi. Ook de eerste nacht die ze hadden doorgemaakt, we hadden zoiets van, nou, we zijn benieuwd hoe we ze 's ochtends aantreffen na een heel transport de dag ervoor. En de eerste keer dat ze naar buiten gingen, wisten ze gewoon niet wat ze zagen. Hè, want hun verblijf is hier toch een heel stuk groter dan wat ze gewend zijn. Dus toen ze naar buiten mochten, waren ze ook hartstikke blij. En verkenden ook zo goed als het hele buitenverblijf. Nou, en dat is, ze zijn heel tevreden en deden gelijk hun ding. Ja. Dat is een enorme tractatie na een heel droevig leven tot nu toe. Ja, ja. Dus we hopen ook dat ze hier een goed leven zullen krijgen. Daar gaan we ons uiterste best voor doen. En dat ze gewoon een mooie toekomst tegemoet gaan. Komend weekend gaan jullie vieren dat deze nieuwbewoners onderdeel zijn van jullie park. Ja, dat klopt. Dat gaan we van het weekend vieren. Dus als mensen zin hebben om onze nieuwe vrienden op het park te verwelkomen, een hartelijk welkom te geven. Dan is iedereen natuurlijk van harte welkom.